En als we ook allemaal de coronaregels in acht kunnen nemen. Even wat zeggen dat de bedoeling is om 1,5 meter afstand van elkaar te nemen. Ook al kan ik me voorstellen dat het leuk is om te feliciteren, heel graag de afstand in acht nemen. Graag uw aandacht voor het volgende. Tijdens de schorsing, zojuist in de plenaire zaal, zijn de felicitaties gegeven aan mevrouw Kersenboom door haar fractiegenoten, waarbij duidelijk was dat de 1,5 meter niet gerespecteerd is. En dat betreur ik zeer. Het kan niet anders dan dat mij dat ertoe brengt dat op een moment dat er felicitaties zijn in de plenaire zaal, dat ik van tevoren de zekerheid moet hebben van de fractie dat de 1,5 meter wordt gerespecteerd. En als ik die niet heb, dat ik dan helaas de felicitaties in de plenaire zaal van die fractie niet zal toestaan. Dank voor uw begrip hiertoe. Het is niet anders en ik zie mevrouw Kersenboom knikken. Dus ik hoop dat ze dat ook mee terugneemt naar haar fractie en dat we terug kunnen naar het debat waar het echt vandaag om gaat.